Al lange tijd wordt de stad opgeschrikt door explosies. Je schrik je rot eigenlijk, zit bijna trillend in bed zo hard. Ik denk echt niet te bevatten eigenlijk dat dat in een wijk als Eiburg gewoon kan gebeuren. Ja, het is wel heel erg. Ik lach erom, maar ik lach erom als een boer met kiespijn. Instanties stelden vorig jaar 100 ontploffingen. En ook dit jaar zijn het er al minstens 30. De politie heeft de handen vol, met name omdat het vaak om losse conflicten met uiteenlopende motieven gaat. Ja, je ziet dat explosies voorkomen vanuit allerlei achtergronden. Intimidatie is er daar één van, maar we hebben natuurlijk ook explosies gezien waarbij zakelijke conflicten lijken te spelen. Dus die motieven zijn heel uiteenlopend en daar is heel lastig echt een bepaald dwarsverband in te vinden of een bepaalde trend in waar te nemen. Bij de explosies wordt voornamelijk zwaar illegaal vuurwerk gebruikt. Jonge kwetsbare daders plaatsen de explosieven om een zakcentje te verdienen. En komen tot de frustratie van instanties heel makkelijk aan het materiaal. En je ziet voornamelijk daarin het gebruik van cobra's. Die voor hele grote materiële schade zorgen. Maar nog veel erger ook zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Of misschien nog erger dan dat, zowel bij mens als dier. Ja, en het is voor ons echt een doorn in het oog, het gemak. Waarmee je hier in Europa aan cobra's kunt komen. En daar moet echt iets aan gedaan worden. Ook de Amsterdamse politiek maakt zich zorgen. Zo stelde de VVD schriftelijke vragen. En staat er aanstaande woensdag een spoeddebat op het programma.